om te doen, is die plaatsvinden. En dus men zegt vaak in België moeilijk om daarmee om te gaan. Dat is eigenlijk allemaal een beetje relatief. Als je vergelijkt met landen in de regio, is de situatie totaal verschillend dan wat wij hier hebben. En dat zijn landen die een stuk armer zijn dan ons. Misschien nog eventjes terug te gaan. Als je kijkt naar 60 miljoen vluchtelingen wereldwijd, als je de top 20 landen neemt die vandaag de meeste vluchtelingen opvangen, dan is er maar één van de top 20 landen die een Europees land is, en dat is het Verenigd Koninkrijk. Wie zijn de landen die vandaag de meeste vluchtelingen opvangen? Ethiopië, Kenia en andere Afrikaanse landen. Dus het vluchtelingenprobleem waarover men spreekt, de overgrote deel van de vluchtelingen zijn mensen die eigenlijk binnen hun eigen regio proberen zichzelf op een veilige plaats te zetten.